You cannot have your cake and eat it. Dus bij de asset quality reviews en stresstesten moet men kiezen tussen ofwel de vertrouwelijkheid waarin die asset quality reviews en die stresstesten plaatsvinden, waarbij je dus ook extreme scenario's kunt toetsen voor de activa, maar ook voor de verschillende scenario's. Of je gaat voor het publieke, de volledige transparantie, maar daar kun je geen extreme scenario's toetsen. Het moet geheim blijven omdat in wezen als je die asset quality reviews serieus gaat doen, stresstesten, dus de extreme scenario's serieus gaat doen en je hebt de achtervang niet geregeld, dan kan het zo zijn dat de financiële markten behoorlijk op hol slaan, op tilt slaan en dat wil je niet, want we hebben nou eindelijk even rust. Dus dat betekent gewoon dat die extreme scenario's en het toetsen van de kwaliteit van de activa's toch in de beslotenheid van zeg maar de ECB en de banken moet plaatsvinden. Maar het allerbelangrijkste is dat je natuurlijk gedurende dat proces al je rekenschap geeft wat nou de achtervang is. Hoe gaan we dat probleem oplossen? Maar die achtervang durven politici niet te regelen omdat ze niet weten over hoeveel geld het gaat. Ja, maar dat is het kip en het ei of catch 22, hoe je het wil noemen. Je kunt alleen maar die asset quality reviews en die stresstesten doen als je weet dat je een voldoende achtervang hebt, want op een zeker moment zal dat toch bekend raken. En die achtervang, die kun je pas eigenlijk regelen als je weet wat de lijken in de kast zijn in termen van slechte activa of andere posten op de balans die zeer risicovol zijn. Dus met andere woorden, het moet wel geregeld worden. Dus wat mijn advies is, ga dat nou zo snel mogelijk regelen. Die achtervang, die burden sharing. En zorg gewoon dat je het hele proces van asset quality reviews en de stresstesten in de vertrouwelijkheid en snel laat plaatsvinden, zodat je daarna snel kan acteren. En in die zin kan je beter naar de Amerikanen kijken. Die hebben in 2009 dat veel beter geregeld. Die hebben gelijk ook gezegd van nou, zo gaan we het oplossen. We gaan natuurlijk serieuze stresstesten doen, maar we weten ook wat de achtervang is. Nou, er zijn er eigenlijk drie mogelijkheden. 1. De bank lost het zelf op. Dat is het bekende bail-in regime. Alleen het vervelende is dat het bail-in regime pas in 2018 ingaat. Dus mijn advies is aan het Europees Parlement in mijn briefing paper om dat naar voren te halen. De bail-in gaat naar voren. Dus subordinated debt, achtergestelde leningen, die gaan als eerste meebloeden. Dan senior debt, dat zijn die minder achtergesteld zijn. En dan uiteindelijk kun je zelfs ook nog bij de depositohouders komen die niet boven de limiet zitten van het depositogarantiestelsel. Dat is de eerste trap. Als dat niet voldoende is, dan komt eigenlijk de tweede trap van de raket. En dat is namelijk dat de nationale toezichthouder en nationale overheden bijdragen. En pas in laatste instantie kom je bij het ESM, het Europees Stabiliteitsmechanisme, als een achtervang voor banken die op een zeker moment niet voldoende gecapitaliseerd zijn. En dat is de volgorde waarop het moet plaatsvinden. Alleen, dat moet wel geregeld zijn. En het vervelende is, men is nu met die stresstesten bezig en die asset quality reviews, zonder dat die achtervang op een adequate wijze eigenlijk geregeld is. De uitkomsten van de stresstest, moeten die ook geheim blijven? Nou nee, niet als de achtervang geregeld is. Kijk, op het moment dat de achtervang geregeld is en de marktpartijen weten gewoon, nou oké, die banken moeten gerecapitaliseerd worden, geherkapitaliseerd worden, en dat is allemaal duidelijk hoe dat gaat gebeuren, dan is er geen probleem. Maar tot dat moment dat het niet geregeld is, is het natuurlijk buitengewoon gevaarlijk om op een zeker moment die asset quality reviews en stresstesten te hebben laten plaatsgevonden, zonder dat eigenlijk de oplossing duidelijk is.